schoenen aan, veiligheidssensje aan en de boekentas op de rug. Mama Nancy is klaar om met haar kinderen te voet naar school te gaan. Ik vind het fijn om te voet naar school te gaan, dat ik daar mijn vriendinnen zie. Vind je het leuk in het eigenlijk? Ja. Voor de veiligheid van Laura en haar vriendinnetjes heeft de gemeente beslist om veiligheidshesjes te verplichten op weg naar school. Ik vind het heel goed dat de fluo-vestjes verplicht zijn, omdat ik zelf als mama wel merk dat er vrij veel verkeer is van auto's en vrachtwagens voor het brengen en het halen van de kinderen naar school. Zo zijn ze toch erg zichtbaar voor het verkeer. Het ergste dat we hier kunnen meemaken is dat het te druk wordt. Het is op een kleine tijdspanne dat er heel veel voertuigen moeten komen. Ze gaan dan verkeer parkeren op het voetpad tegen de rijrichting in. Ze laten dan de kinderen aan de verkeerde kant van het voertuig uitstappen, wat allemaal onveilige situaties tot zich meebrengt. Vanaf half september komt er nog een grote actie van de provincie waarbij de politie aan elke schoolpoort alle ouders en kinderen nog eens zal wijzen op de regeltjes die ze moeten volgen bij het naar school komen. Maar we zien dat u zelf nog geen meisje hebt. Dag Limburg, schenkt er u een. Oei. Ja. Dank u wel.